Nou, ik ga even de standen doen, want die moeten nog gedaan worden. Dus ja, die ga ik nu even doen. We gaan nu Cody dogeren. En hij loopt dus nu voor ons met mijn moeder, want hij is er nog niet geweest, dus we weten dus nog niet hoe hij kan reageren. Hij is heel braaf, maar ik denk volgens mij dat hij de paddock in mag. Ja. Nou, wij gaan nu even Cassarelle en Moritz pakken, want die gaan we ook even longeren en misschien daarna nog even... Aww. En daarna nog even zonder zadel en ja. Dingetje op. Dus ja, dat gaan we nu even doen. Oké, we gaan toch niet eerst longeren, we gaan ze eigenlijk gewoon gelijk even rijden. Het is nu dinsdag en ik ben dus net op stal aangekomen. En de poenies staan lekker in de paddock. Het is gewoon zo lekker weer. Maar ik heb over 3 kwartier les met Cody. Dus ik moet dus even alles gaan halen. En wanneer ik alles heb voorbereid, ga ik hem poetsen en uit de paddock halen. Dus ja. Oké, ik poets Cody even zijn stal en heb ik hem eraan aanstaan. En hij is gepoetst. Hij is weer lekker schoon. Hij heeft mooi uitzicht. Lekker buiten naar zijn vriendjes. Ja, en dan gaan we zo rijden. Hij is echt heel lief. We zitten even te kijken en te hinneken naar Moritz. Superleuk. Oké, Cody is helemaal opgezadeld en klaar voor les. Ik moet mezelf nog even klaarmaken, maar dat doe ik zo. We hebben er zin in, Cody ook. Hij is lekker lui omdat het natuurlijk zo warm weer is. Maar ja, ik hoop dat het goed gaat. Nou, Cody heeft een lekker soepje gehad en nu is Anne-Sophie de hooi net aan het vullen voor ze, dus ik ga haar even helpen. Oké, Anne-Sophie, we gaan zo de ponies opzadelen en ik en Anne-Sophie dus. En we gaan denk ik met Moritz een balkje neerleggen of een kapaletten ding, en ik weet niet hoe het uit te trekken. En kunnen we leuk eventjes hem springen en ja, dat is. En dan moet ik naar huis, moet ik ook eten en ik moet ook huiswerk maken. Dus ja, dat is het. Ik heb net lekker met Anne-Sophie op Moritz en Cassarelle gerezen. En het ging heel goed. We hebben een balkje neergelegd en we gaan de ponies even eten geven. Dus ja. Oké, we hebben alles schoongemaakt. We hebben net veel poep opgeruimd. Ze worden een beetje gek hier. Ja. Maar alles is klaar, dus nu gaan we ook lekker naar huis. Het krijgt ook wel een beetje trek. Dus ja. Nou, we zijn nu Cody aan het wassen. Ja. En hij is echt super lief. Ja, alleen hij vond het wassen niet heel leuk, want hij haat water. Maar hij is heel lief. Sowieso is hij altijd lief. En zo meteen gaan we even een balkje neerleggen en gaan we kijken of hij het leuk vindt om er ook mee te springen. Ja, dus dat gaan we doen. En nu gaan we hem dus ook... Oh ja, en we gaan hem nu ook eventjes vlechten. Dus dat is wel leuk. En hij staat lekker met zijn hoofdje in de zon, hè. Oh, dat is heel
Cody nog even een beetje aan het rijden. En Mint is zonder zadel en zonder hoofdstel aan het rijden. En ik ben even gewoon met stuig aan het rijden en een beetje balks aan doen. En Mint gaat zo dus proberen te galopperen. Nou, wij zijn even de ponies aan het wassen. Nu staat het. Wij zijn afgespoeld. Gaan we nu even insoppen. En morgen hebben we het net gehad, dus die is weer mooi wit. En dan doen we straks kas. Ja. Nou, ijs is gewassen en dan gaan we nu even een kastje pakken. Ja. Nou, kastje wel hebben, dus dan gaan we die nu eerst even poetsen. Nou, het is nu even een tijdje verder. We hebben net natuurlijk de ponies gewassen. En toen zijn ze op stal gegaan met zweetdeken, omdat ze even moesten opdrogen, zeg je dat. Het is op zich best wel fris. Dus als ze dan zonder deken stal in gaan, is dat ook best wel. Maar we gaan nu even de dekens eraf halen bij iedereen. Eerst even de kas. En dan ook nog bij de rest. Dus dat gaan we dat even doen. Nou, de dekens zijn weer af van de ponies. IJs en Cody, Rafa. En Cody is heel mooi wit geworden. Gaan we even kijken naar morgen, want die is op zich ook wel mooi wit. Alleen er zit een teer aan het hek en als dat op de ponies komt, gaat het heel moeilijk vanaf en dan heb je hele bruine vlekken. Dus het was wel even nodig. Haar zit trouwens echt voor een meter, maar dat mag niet. Weer je kastje. Ook mooi schoon. En Morris is ook weer mooi wit. 9 maanden. Dat blijft denk ik wel zitten. Maar nu gaan de ponies lekker slapen. En wij zijn lekker klaar voor vandaag. Nou, dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie je bij de volgende video. Doei! Doei!